Goedemiddag, lieve buikwandcorrectiedagboek. Het is vandaag 10-10-2018. Het is nu 13:50 uur. Ja. Ik heb vanochtend het ziekenhuis gebeld. Toen kreeg ik dus te horen dat ik dus vandaag word gebeld. En toen wou mijn camera mij niet scherp stellen. Ja, ook zoiets. Dus ik heb vandaag net zelf weer gebeld. Ik word vanmiddag, einde van de middag gebeld. Voor waarschijnlijk een datum voor in de eerste week van november. Dus dat is 1 of 2 november. Heb ik al uitgerekend. Want ik heb 6 weken de tijd om me te herstellen voor mijn bruiloft. Dus ja, de spanning die begint wel een beetje te stijgen boven op mijn hoofd. Ja. Dus ik wacht het telefoontje maar even af, denk ik zo. En als ik nieuws heb, dan kom ik heel snel weer terug bij jullie. Zeer zeker. Ja, ik weet eigenlijk niet hoe ik me moet voelen. Enigszins ben ik blij. Anderszins, ja, stressniveau zit even, voor mijn gevoel, even boven de 10. Het huilen, dat zat ook wel even nader. Ja, lachen ook wel. Maar het is puur nu even de spanning. En als ik tegen spanningen kan, zullen jullie dat afvragen? Nee. Nee. Spanningen kan ik helemaal even nou niet hebben. Maar ja, dat maakt ook niet uit. Ik ben nu even lekker onderweg naar Ro. Zijn begeleidster. Dus dat ga ik nu eerst even lekker doen. Misschien even mijn verstand even op nul kunnen zetten. Dus ja, zo'n operatie, dat is niet niks, weet je. Het is toch wel weer toch wel een groot risico. Hoe ga je eruit zien? Ik leef nu alweer bijna vanaf 2014, oktober 2014, heb ik mijn maagverkleining gehad. Nou ja, ik leef dus nu al 4 jaar zo, weet je. En dan in één keer straks en die overtollige huid weg. Ja, dat is even pittig. Ik ben er wel blij mee, daar in ieder geval. Maar het is toch wel weer een hele grote verandering. En trouwen ook wel, maar het is toch weer even wat aan je eigen lijf. Ja. Ik weet ook even niet hoe ik het anders moet formuleren. Nee. Dus ja, dat. Weet jullie wat het gewoon is? Ik wil gewoon eigenlijk gewoon datum hebben. Dan weet ik tenminste wat. Dan kan ik daar ook naartoe leven. Net zoals in met de bruiloft. En dan hebben we ook gewoon een datum. Dat is gewoon 11 december. Maar met de operatie, ik heb nog geen duidelijkheid. Ik heb nog geen datum. Dat is het enige wat ik wil, gewoon een datum hebben. Maar ja, dat is nu wachten op het ziekenhuis. Ja, wachten. Joepie. Of ik daar zin in heb, wachten. Ja. Ik in wachten. Helemaal niet. Maar ja. Dus het is nu iets van 4 uur, nee 3 uur. Nou, nog 2 uurtjes als ik dan nog niks heb gehoord en dan bel ik wel weer. Nou ja, 4:30, 1,5 uur. Ja, 1,5 uur. Dan bel ik ook wel weer. Het is even niet anders. Nog even 1,5 uur even afwachten. Jip. Ik ga zo even met Ro eventjes even naar buiten. Weer even zo naar huis toe lopen. Voor een klein ommetje. Het is ook niet even niet om anders, maar ja. Ja. Het is afwachten. Meer kan ik even nog niet doen. En als ik niks heb gehoord, dan bel ik om 4:30 van het ziekenhuis. Dat is het enige wat ik wel kan doen. Dan heb ik dus vandaag al 3 keer gebeld. En dan word ik zo meteen gebeld. Dan heb ik zo 3 keer in de letter gehad.
Hey, lief beste allemaal. Hij is er ook. Ja. Zo blij was ik niet vandaag. Nee, hij ook niet. Niet helemaal, nee. Nee, hij is een ziekies. Maar dat wisten jullie al, had ik al gezegd. Maar jullie wisten ook dat mijn schoonvader de betaling had gedaan voor mijn buikwandcorrectie. Omdat mijn schoonvader dus ook nu werkt op school. En ik hem dus noem bij zijn naam, omdat het dus op het werkvloer is. Dus noem ik hem gewoon bij zijn naam Chris. Daar is hij dus niet zo van gediend. Dus heeft hij doordat zonder poefbaf de betaling weer teruggedraaid. Dus teruggevorderd. Maar doordat wij dus, dat gaat weer eerlijk zijn, hebben we dus een hele lieve gulle gever. Die is zo lief geweest om toch de bedrag te betalen en we hoeven daar niks voor terug te doen. Dus, dankjewel. Het wil anoniem blijven, dus daarom noem ik ook geen namen. Dus, mocht je kijken, dankjewel. Ik ben er blij mee. Ik ook. Hij ook. Dus ja, het is een beetje donker. Duister, maar lekker. Heel duister. Dus hij heeft het steenkoud. Ja. Arme ziel. Koud als koude stenen. Ja. Onder een laagje ijs. Dus ja, het is morgen bellen naar het ziekenhuis. Even kijken hoe en de wat. En als het erop is, even sowieso, nee, wat ik al zeg, morgenochtend bellen. Als het er geld op staat, waar te betalen. Het liefst gewoon ergens in het ziekenhuis bij de centrale kast of zo. Ja. Zodat het gelijk eigenlijk is. Zodat ze mij gelijk in kunnen plannen, hoop ik. Dus dat is morgen de planning. Ja. Want anders had ik dus vandaag al een datum gehad. Ja. 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 Dus ja, we houden jullie op de hoogte. Ja, wat ik dus al eerder zei net. Was hectisch vandaag. Gisteren kregen we dus te horen dat mijn liefdallige papa, vader, het geld terug had gestorneerd vanuit het ziekenhuis. Dus eigenlijk ging mijn operatie gewoon niet door. Daar kwam het eigenlijk cru op neer. Omdat ik hem dus op het werk bij zijn naam noem. Dus niet bij meneer, nee. Dus meneer kon dus werk en privé niet gescheiden houden. Wij kennen diegene die het geld heeft overgemaakt. Maar diegene wil gewoon wel voor de rest anoniem blijven. Daarom hebben we ook dus nu de anonieme gullegever benoemd. Zo vindt ook diegene dat oké. Dus ik ga nu ook geen niet en niet met name noemen. Wij weten het dus wel. Maar dankzij de anonieme gullegever, voor jullie dan, is het toch mede mogelijk door diegene dat de operatie doorgaat. Ja. Dus dat is wel weer fijn. Ja. Ja. Dus ja. Dat was vandaag heel veel voet in de aarde. Want het was vandaag gelijk naar het ziekenhuis betalen. En ja, toen kreeg ik ook nog daarvoor een telefoontje van het ziekenhuis met een datum. Yep. Precies. Spannend. Beste lieve buikbandcorrectie dagboek. Ja, ik sta even in de keuken. Ik ga even eerst lasagne erin doen. Ja. Zo, mijn oven is een beetje heet. Die is een beetje hot. Hot. Zo. Ja. Ik heb eigenlijk wel heel goed nieuws. Ja. Want, heel leuk gezegd. Gisteren, toen kregen wij dus de mededeling van het ziekenhuis dat mijn schoonvader alles terug had gehaald qua geld.
Geen leuk nieuws overigens. Nee. Totaal dus niet. Maar voor ons dus, voor jullie, maar voor ons dus geen anonieme gulgever. Voor ons dus een bekende gulgever. Het heeft dus mede mogelijk gemaakt dat mijn operatie door kan gaan. Ik heb gisteren dus een telefoontje gehad, dus van het ziekenhuis, dat het geld gestorneerd was. Nou, dus boef baf naar mijn schoonouders. Ruzie gehad. Wat jullie wel een beetje zelf kunnen nagaan. Want omdat ik hem dus bij zijn voornaam op school noem. Daar kon meneer dus niet tegen. Maar oké. Het gaat even om mijn buikwandcorrectie. Yep. Als je meer wil weten, dan ga je eventjes naar mijn andere vlogs. Maar, vanochtend werd ik dus wakker. Yo, je meent het. Ja, ik meen het. Ja, heb ik gelijk het ziekenhuis gebeld. De opnamebureau voor de plastische chirurgie. Heb ik dus dingen gevraagd van, joh, luister, het geld is binnen, hoe kunnen we betalen? Nou, we verbinden u door met de centrale kas. Nou, bla bla bla, is goed. Mijn mannetje was eventjes met de hondjes eventjes aan het buiten rondom. Krijg ik een telefoontje van het opnamebureau. Ja, zegt ze. We vertrouwen erop dat het vandaag wordt betaald. En dan heb ik ook gelijk een OK-datum voor je. What the heck? Oké. Je hebt OK. Een OK-datum. Maar het maakt toch niet uit welke arts jij opereert, hè? Nee, maakt niet uit. Mooi. Dan hebben we ook nog eerst een andere datum, want de arts wil je zien. Oké. Oh, halt. Moet even een papiertje zoeken. Moet een pen zoeken. Oké. Pen, papier. Gezocht. Gevonden. Ik zat daar ook bij mijn bureau. Ik zei, ja, vertel het maar. Ja, zegt ze. 12 oktober. Dat is morgen. Ja, dat klopt. Om 2:30. Ja, dat klopt. Dan wil dokter Willems jou zien. Oké. Komt wel voor. Maar de OK-datum heb ik ook hier al voor mijn neus. Wat? Help! Ho! Schrik. Inderdaad. Ik kreeg al tranen in mogen. Krijg ik nou weer een beetje, maar oké, maakt niet uit. Ja. 19 oktober, mensen. 19 oktober! Yes! Zo, mag er nou een keer uit, toch? Niet zo hard. Sorry. Dat was al zo hard. Ja, 19 oktober word ik dus geopereerd, mensen. Ja. Wanneer komt deze vlog online even? Schrik. 19 oktober zelf. Dat is van even de buitenlandcorrectie. Okay. Dan komt die gewoon gelijk lekker online. Dus. Dat vind ik wel een leuke datum. Heel goed. Komt die mooi online? Dus deze buikwandcorrectievlog, deel 2, komt dus op 19 oktober online. Als jij geopereerd wordt. Als ik dus geopereerd word. Ik weet dus niet hoe laat ik mij nog moet melden. Waar, wat blijft ook gewoon een geheim. Als je wat kaartje wil sturen of wat dan ook, neem even contact op met het onderstaand e-mailadres. Die staat hieronder. En dan kun je altijd eventjes een adres krijgen waar je het eventueel naartoe kan sturen. Dus ik zou zeggen, doe een duimpje omhoog. Vergeet dan niet te abonneren, want dat zou ik heel leuk vinden. En deel mijn buikwandcorrectiedagboek. Deel 1 staat al online. Die komt er gelijk even hier op, ergens onder. Dan komt het helemaal goed. Dank jullie wel voor jullie steun. En ik neem jullie gewoon weer mee.
Want ook, ik heb ook sowieso al, waar heb jij die liggen? Naast jou, hè? De buikband, hè? Ja, in die tas, bij jou. De buikband heb ik ook al, sowieso. Kunnen jullie nou niet heel goed zien? En voortjes een beetje... Nou, dat is dus de buikband die ik heb. Ja, en die gaat ook zo meteen even bij hem om. Ja, ik heb hem al om, dus ik vind hem ideaal. Eeuw! Eeuw. Eventjes en de theedoek even hier even overheen. Ja, gewoon even juist. Dankjewel. Even, wil je die even vouwen? Nee? Kijk, nee? Ja, en dan kan ik die... Kijk. Vooral met lasagne. Even vouwen. Kleine meid, ga jij eens even die kant. Deze moet ik even ook even hebben, zo. Voor de lasagne. Ja. Hoe moe vind jij? Doei. Mazzel. Oeh, dit is ja lekker. Er moest iemand net lachen om mij, ja. Kijk, schat. Kijk. Leeft. Hè? Leeft, het beweegt. Ja, dat is leuk. En die eruit. Als ze gaat eten. Als het gaat eten, dan mogen ze lekker weer naar binnen. Zo, het leeft in Noord. Beweegt. Het leeft inderdaad. Dat is lekker. Eeuw, met loortjes. Ah! Dat is lekker. Ik heb kouwen. Ik heb kouwen, is lekker. Verse klontjes. Nee, doe maar even niet. Gaat die? En meneer Stalman van de Werf, het is heet. Is dat zo? Nee, dat is zo. Nou goed. Oké. Wat heb je daar wel in zitten? Geen idee. Kruiden? Ja. Nee. Hetzelfde als gisteren, maar dan anders. Dat dacht ik al. Daarvoor heb ik ook een hele mooie opschepplepel. Die lag ook ergens daar al in. Maar oké, maakt even niet uit. Opschepper. Nee, ik pak even... Ja, dat is die. Dat heeft toch warm water, dus dat maakt niet uit.
Dit is een kilo of wat? Yep. Yep, een kilo. Dat is veel, ja. Vroeger, nog voor mijn maagverkleining, kreeg ik dit in mijn uppie op. Oké. Okay. Nou niet meer. Lukkig maar. Beste dagboek, buikwandcorrectie vlog, ja, deel 2, ja, want deel 2 moet nog online. We hebben al een datum, dat is dus sowieso 19 oktober, vandaag gaan we dus naar de arts. Ja, ik kreeg eventjes een belangrijk telefoontje tussendoor, dus die moest ik even opnemen, dus ik schakel gewoon weer even in, ja. Wat ik dus net al zei, 19 oktober gaat gewoon lekker door. Gaat hij lekker vloggen samen met mijn mama. Vindt hij helemaal niet leuk. Vindt hij helemaal niet leuk. Vindt hij helemaal niet leuk. Dan, en dan is meneer alleen thuis. Vindt hij ook helemaal niet leuk. Maar gewoon alles mee, opladen mee, misschien lekker oortjes mee, misschien lekker bellen als ik een beetje wakker ben. Maar gekkigheid op een stokkie. Vandaag hebben we dus een afspraak met de arts. Die wil me even zien. Dat is om 2:30. Dus. Ik weet niet of ik de camera meeneem. Ik denk het wel. Maar dan moet hij even aan het opladen. Dus dan moet Rodi zo meteen even meenemen naar school weer. Dan moet ik dat even in mijn tas doen. Dus dat komt wel ook weer helemaal goed. En dan houden we jullie op sowieso op de hoogte. Als we dus het ziekenhuis uit zijn. Of wat dan ook. Of dat we eventjes ergens een bakje doen. Dus. Of dat we weer thuis zijn. Dat ik misschien wat rustiger ben. Of wat dan ook. Dus ik hou jullie sowieso op de hoogte. Dus blijf kijken. Wat leuk. Wat spannend. Wat grappig. Niet leuk. Wat eng. Weet ik niet. Nee, ik had even net een weer kleine puntje. Want Rodi had zoiets van ja, buikwand. Dat is voor jou ding. Maar misschien even afknippen. Nee, doe ik niet. Nee. Ik heb weer niet. Nee. Maar vandaag hebben we dus een afspraak bij de arts om 2:30. Dus jullie krijgen te horen van hoe en de wat. En volgende week woensdag krijg ik een telefoontje. Dat heb ik ook gehoord gisteren. Ja, toen kreeg ik dus de datum te horen. Dus, wat spannend. Dus ik ga nu eerst even mijn haar even fatsoeneren. Mijn camera eventjes op de oplader. En dan mag Ro deze weer zo meteen weer meenemen. Niet vergeten. En dan moet ik als rapido naar school. Want ik moet er maar af wezen. Tot straks. Gaat hij ook nog even misschien vloggen zo meteen. Misschien gezellig. Hey, goedemiddag. Het is nu 4:15. En welkom bij deze dagboek buikwandcorrectie vlog deel nummer 2 nog steeds, joepie. Ja, het is nog steeds vandaag vrijdag zo. Het is nou vrijdag 12 oktober, mag ik niet liegen. Nee, nog steeds. Ja, vanochtend nog, nu ook nog. Wij zijn dus vandaag naar de arts geweest. Hij vindt het hem sowieso een betere arts dan die ik eigenlijk eerst zou hebben. Ja, toch wel. Toch wel. Vrijdag volgende week, als jullie deze vlog zien, ben ik dus al onder het mes geweest. Want deze vlog komt dus om 12:00 online. Oké. Wat? Ik weet niet goed wat ik daar nu weer aan moet vangen dan. Hoezo? Hoezo? Dan kan ik deze vlog gaan kijken terwijl jij al klaar bent. Fijn. Ja. Dat is leuk. Ik ga wel aan lachen, maar dat heeft natuurlijk geen nut. Nee, maar vrijdag om 8:15 ben ik de eerste. Als er geen spoedje tussenkomt. Maar ik hoop het niet. Nee, maar dat is een plastische chirurgie. En beide artsen waren gespecialiseerd in handreconstructie. Dus of met brandwond of iets anders, weet ik niet. Maar dit is een heel stukje, ja, er zitten allemaal pezen in, spieren, weet ik wat allemaal. Heel stukje meer precisie dan een buikwandcorrectie. Dus als je zegt, van, ik kan het hele fijne werk goed doen,
Dan kan je het ietsje grovere werk, jij in mijn optiek dan. Dat kan je ook heel goed doen. Veel beter misschien. En deze arts, die we nu gesproken hebben, die was lid van allerlei clubs en instanties en weet wat allemaal. En deed lezingen of iets dergelijks, heb ik hem gegeven. En die andere arts, die had er wel een promotie achter de rug. Dat is het enige verschil. Maar deze arts is dus meer divers met allerlei groepen betrokken van op dit gebied. Van de plastische chirurgie. Dus ik denk dat we nu beter af zijn. Maar, ja, weet ik niet. Want het resultaat uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst, zeggen ze altijd. Ja, maar hoe voel jij je erin, eronder, erop? Want ook jij heb je nou hier al mee te maken. Ja, dus ook ik zal mama zo meteen bellen of ze dus weer een deel 2 wil maken. Kijk, er is nu wel duidelijkheid over. Kijk, het technische deel, dat is nu allemaal duidelijk. Van hoe zit het allemaal in elkaar? Wat gaat er gebeuren? Je krijgt een aantal drains in om het wondvocht af te voeren. En die moeten gewisseld, ververst, schoongemaakt worden, weet ik het. Dus eruit gaat en nieuwe erin terug schonen. Wie moet dat gaan doen? Dus nu komen allemaal vragen. Van hoe? Na de operatie om te gaan met jou. Want jij kan alleen maar eigenlijk bed liggen de eerste 3 dagen volgens mij. Ja, zo ongeveer. 5 en, weken. Als jij wakker bent, dan wil jij graag iets te doen hebben. Dat geeft natuurlijk ook weer de nodige puzzelstukjes op. En van, nou, hoe zit het dan met werken? Je kan niet onbeperkt ziek zijn. Nee, maar je kan wel vrijnemen of anderszins iets doen. Je kan wel verlof aanvragen omdat je mij eventjes op dat moment even anderhalf week moet ondersteunen. Ja, dat kan. Maar goed, dat zijn allemaal dingen die moeten geregeld worden ineens. Ja. Dus, ja, precies. Ja, dat zijn allemaal nieuwe dingen waar niemand zegt van nou, je gaat in de operatie. Oké, die operatie. Goed, dan heb je oké, die operatie gehad. He, want we leven nu toe naar het moment van opereren. Je hebt nu een datum, je hebt een tijd, je hebt een minuut, je hebt een uur, je hebt een dag, een week, een maand. He, je hebt toch eerst van, nou, vraagteken, wanneer? Ja, maar dat is ook voor en jou. Is het ongeveer nou 3 maanden? Oké, weet je wel. Dan, even, nou, dan ga je even een beetje rekenen van hoe lang is het 3 maanden? Nou, dat is dan. Krap aan, oké, kan wel. En dan is er opeens een datum. En dan moet je ineens alles heel snel nog regelen wat je al die tijd hebt. Van, nou, dat kunnen we dan, als dat bekend is, dan kunnen we dat doen. Maar ineens wordt het dan heel erg kort dag. En dan heb je eigenlijk alles al, zeg maar, in je hoofd geregeld van wat moet er allemaal gedaan worden. Dan moet je het ook nog uitvoeren. En dan blijkt ook nog dat andere instanties ook nog de nodige tijd nodig hebben. En die is soms net te kort dag. Yep. En ja. Dan heb je nog het stukje van, oké, dan is dat allemaal netjes geregeld. Je hebt het transport geregeld, vallen naar het ziekenhuis, je hebt een verblijf in het ziekenhuis. Nou, oké, dan kom je eenmaal thuis. En op dat moment is het nog een grote blanco. Nou, voor mij niet hoor, maar voor hem wel, maar, goed, maar voor mij niet. Dus er zijn een aantal laten dingen. We dat even duidelijk wezen, voor hem wel, maar voor mij niet. Maar dan moeten jullie nagaan. 12 september heb ik dus mijn intake eigenlijk gehad met het ziekenhuis. Ja. 12 september, het is nu oktober, dus een maand terug en dan over een week dan lig ik in het ziekenhuis. Dus dat is dan 5 weken? Anderhalve maand? Nou, vandaag is precies een maand. Ja, oké, dus 5 weken. 5 weken? Mm-hmm. Heel leuk. Nee. Ja. Te snel. Ja, nou, Roos, eventjes en mijn hondjes lopen. Ik ben eventjes met een vlogje bezig. Die is al aan het renderen. Ja, ik vind het allemaal prima. Morgen een afspraak bij de arts om 2:30 PM.
En volgende week, vrijdag 19 oktober, staat mijn operatie op de planning. Dus ja. Ja, gezellig. Leuk. Dus ja. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Het is een korte vlog geworden, maar dat maakt niet uit. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Laat een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie morgen weer bij een gloednieuwe vlog. Doei!